En de laatste. En heb ik een heel bak vol voor maar liefst. Nou, ik heb het pan even omgedraaid, zodat deze weer een beetje hoog vuur krijgt. Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe kookvlog. Koken met Karin. Ja. Ik ga wraps maken en ik neem jullie daar gewoon gezellig in mee. En het is vandaag zondag, welke datum? 16 augustus 2020. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe kookvlog. Ja, een hele goede avond. Ja, en als je gaat koken, moet je dus ook de spullen in huis hebben. Hoe toevallig. Zijn we al net al een aantal x uurtjes weer terug. En we gaan nu lekker koken. Maar ik heb dus wat gehaald bij de Jumbo. Bij Westfield, de Mall of Netherlands. Dat zijn deze pakjes. Allemaal voor een euro. En dat zijn gamba's. Franse knoflook. Ja, hoe toevallig. Franse knoflook. Joehoe. Hè, Frans. Ja. Nee, ik ga dit even allemaal openmaken. Ik laat het ook jullie zien wat ik ga doen, zodat ik gewoon alles even in één bakje heb. Dus Roderick gaat de telefoon eventjes bijpakken. Die gaat even draaien zometeen. Komt helemaal goed. Dat laat ik aan hem over. Maar wat ik wel ga vragen, dat is... Ik maak gewoon ook foto's met het filmen. Dus bij deze, doe dat. En laat mij maar lekker kokkerellen en ik neem jullie gewoon gezellig mee. Oké, nou, ik ga alle pakjes open snijden. Oh, dat ruikt weer lekker, maar dat vindt er ook helemaal niks, dat weet ik nu al. Dat zou maar kunnen. Zo. Nou, en de laatste. En heb ik een heel bak vol voor maar liefst 7 euro. En er zit in een bak, per bak, iets van 80 gram. Dus ja, reken uit. 7 bakken keer 80 gram. Dan heb je dus een heel bak vol voor 7 euro. Ik mag niet klagen. Meer dan een halve kilo. Ja, meer dan een halve kilo. Oké, wat ik dus nu ga doen. Ik heb hier altijd een vloeibare bak en braad. Ik zelf vind dit persoonlijk lekkerder. Ik kan niet echt tegen snijboter wat je dus in zo'n verpakking krijgt. En dit is ook gezonder. Hartstikke idee. Daar. En lekker daar. En dit pannetje wat voor Roderick. Zo. Ook heel handig als je dus nog steeds op gas kookt zoals ik. Nou, ik heb hier ook nog van de week. Dit is voor 13, dus hij moet echt vandaag op. Pasta gehakt, helemaal best, helemaal prima. Ik ga mijn gasfornuis aan doen. Dat is 1. Zo, dat doe ik zo meteen. Ik heb die nu aan. Ik heb deze open. Ik ga deze open doen. Deze ga ik in de kleinere pan doen. Dat is in deze. En de gamba's, Frans knoflook ga ik in deze doen. En ik heb dus hier nog kidneybonen van de Jumbo. Deze heb ik laatst ook al gehad. En bij de Jumbo gaat het ook lekker doorheen. Voor wel eens 50 cent uit de voedselverspillingbak van 70% korting. En ik heb Italiaans roerbakmix, ook bij de Jumbo vandaan. Lekker! Ik zou zeggen dat wat lekker smullen. Even kijken of ik alles heb. Ja, blikopener. Ik heb ook een hele speciale blikopener. Dat is ideaal. Want, doe het zo erop.
Draai één keer rond. Je kan hem loslaten. Ideaal. Kijk. Ideaal. Nou, lekker doordraaien. En als je heel goed gaat kijken, heb je hier een heel raar robbeltje. Heel leuk robbeltje. En daar moet je helemaal naartoe draaien. En dan voel je een klik. En dan draai je terug. En dan maak je hem open. Hoop ik toch dat ik hem open krijg. Ja, kijk. Lekkere mais. En een dekseltje. Met een deksel zit er nu op, ja. Correct. Nou, en dan doen we datzelfde met kidneybonen. En het randje is dan niet scherp? Nope. Nou, dat kan je zien. Het is helemaal totaal niet scherp. Ideaal. Het is gewoon een deksel, dus je kan hem ook nog een keertje afwassen en hergebruiken. Dus ja, dat is handig. Wie doet je wat? Ik niet. Ik zou niet durven. Mooi. Rambas. De rambas gaat erin. Allemaal. Allemaal. En dan gaat het gehakt ook gelijk in de wegenbak. En ja, daar gebruik ik gewoon hetzelfde mee. Helemaal niet erg. Dit is wel lekker. Ik heb er nog omheen. Hartstikke mooi. Lekker daar. Nou, en dan ga ik lekker roeren. En wat ik dan nog ook altijd doe, dat is nog even lekker peper erop. Over alles heen, over de kruiden heen. Ja hoor, over de peper overal gekruiden. Ja, nee, dat schiet op. Nog. Nee. Gewoon lekker de peper over het vlees heen. Zo, dat is dus de peper. Dan heb ik hier nog chili. Gaat er ook nog even lekker overheen. Lekker. Nog even paprika en currypoeder. Hebben we heel lang niet meer van me gezien. Zo, dat was currypoeder. En dit is paprika poeder. Zo. Wat is rullen? Nou, wat je dus nu eigenlijk doet, rullen gewoon lekker, gewoon een beetje, ja, nu even niks doen, dus dat is rullen. Dat is zo, heb ik het altijd geleerd. Oké. Okay. Kijk, ik moest kijken hoe groot het net was, hoe klein het nu allemaal eigenlijk aan het worden is. Dit was net zo groot als dat net. Het krimpt altijd. Het krimpt, ja. Kanalen krimpt altijd. Zo. Nou, de vocht van de kidneybonen, dat ga ik lekker afgieten. Zo. Doe mij niet na als je het vies vindt, maar ik vind het nog wel eens soms lekker.
om gewoon lekker het sap van de mais op te drinken. Heel veel mensen verklaren mij voor gek. Net zoals een andere sappie van spessiebonen en worteltjes vind ik ook altijd lekker. Koud. Om dat lekker op te drinken. Lekker. Lekker. Nou, en dan ga je het gewoon weer omslaan. En dit is gewoon rullen wat je eigenlijk gewoon doet. Okay, een beetje door uitrustelen, zeg maar. Ja, gewoon even rullen. Ja. Je rult het. Alleen dan op laag vuur. Dus ja, het is gewoon bakken rullen. Het is gewoon weer, ja. Ik maak het altijd wat klein, hè. Zo, nou, ik ga het pannetje voor Roderick ook alvast even aanzetten. Ja, zo, goedemorgen. Zo, mooi. Wat ik dus nu ga doen, dat is eerst lekker de kidneybonen erbij. Pak even een lepeltje erbij. Want het moet wel eerlijk verdeeld worden. Dus lekker bij het gewakt. Nou, als dit de helft. Hartstikke idee. Nou, netjes toch? Mm-hmm. Heel netjes. En dan de mais erbij. Ook weer lekker de helft. En dan doe ik deze erbij, helft, helft. Zo. En dan deze ook weer lekker de helft. En dan ook hier weer bij. Lekker. Zo. En dan zijn we zo meteen weer gezellig terug bij jullie als het helemaal klaar is. Dus tot straks. Ja, dan tel ik af. Ga maar. Nou, ik heb even de pan even omgedraaid, zodat deze weer een beetje hoog vuur krijgt. Want dit is het hoogste vuur van mijn hele gassenhuis. Dan heb ik deze. En dit is lekker voor Roderick. Mm. En je hebt er nog eentje van, hè? Klaarleggen. Yep. Mm. En Roderick die wou heel graag rosbief. En met een beetje peper en een beetje zout. Nou, dat kan hij krijgen. Zo. En dan pak ik de laatste. Wat heb je daar voor handig pincet, zeg maar? Ja, die heb ik gekregen van een kennis van ons. Want ik dacht, ik wou die heel graag hebben. Nou, toen heeft hij die dus besteld. Dat heb ik dus nu ook. Zo, ook weer gedaan. Die. Kijk. Ik doe het niet altijd om gelijk alles op te ruimen, maar soms ook wel als ik daar mijn zin in heb. Dat is wel zo handig. Zo. Ziet er goed uit. Dankjewel. Ik doe nog een beetje bakkende braad bij, want het gaat een beetje droog worden.
Zo. Dan zeggen mensen wel, ja, maar dat is wel weer veel hoor. Ja, maar ik heb ook groentes erin en die pakken alles weer af. Qua boter en vocht. En dan doe ik er even wat extra boter bij. Oké. Maar als je dus wraps gaat maken eigenlijk, heb je dus ook andere dingen nodig. Nou, die hebben we dus ook gehaald. Ook weer gezellig bij de Jumbo. Bij de Jumbo dus. En ik heb lekker knoflooksaus gehaald, want gisteren was ik ergens op bezoek. Die hadden dit ook gegeten, maar even anders. Gewoon met kip en nog iets met, weet ik het, gehakt. En deze, hun had dus deze knoflook. En die is mij heel goed bevallen. Hij is wel wat duurder, maar heb je wel wat. Is gewoon ideaal. Nou, en we zijn zo meteen weer bij jullie terug als ik het ga opdienen. Helemaal. Nou, het is bijna klaar. Ik heb het even op laag vuur gezet. Ik heb een groot bord. Magnetron is dat al aan. Ik ga één wrap eruit halen. Wraps. Kijk, wraps. Ja, er staat eigenlijk tortilla's, maar kijk. Maar ik maak er gewoon lekker wraps van. Ik wil niet open, want ik wil. Nou, dan doen we het maar op deze manier. Hè. Kijk. Oh, wacht even. Hey. Open op naad. Waar hebben we naad? Even kijken. Oh, hij is nog geen sluitbaar. Hey jongens, kijk, dit is handig. Hier open te trekken. Eenmaal geopend, hersluiten op de naad. Geen idee hoe ze dat willen doen, maar... Ah, hey, kijk. Hier heb je dus een gele dingetje. Daar moet je hem over trekken. Dus je moet niet hier gaan zoeken, maar het gele randje. Als je dat hebt... Ik heb ook dus hersluit. Kijk, oké. Mooi. En dan doen we dit dus in de magnetron. Kijk. En dan doet het een minuutje. Ik doe hem dicht. 10 minuten, 1 minuut en 10 seconden. 1 minuut. En dan gaat het starten. Ja. Nou, ga ik nog even hier eventjes omspittelen. Hier nog even om. En hebben jullie graag in de reactie, jullie mogen even in de reactie zetten met welke gerecht ik als eerste ga doen. Ik weet het al zelf, het is nu aan jullie de vraag. Als jullie mij een beetje kennen, weten jullie met welk ik als eerste ga beginnen zometeen. Zo. Ik hoor de magnetron. Aandoen. En we gaan niet vals spelen. Nee, we gaan niet vals spelen. Nee. Ik zet mijn eten uit en op die van Roderick. Dat is nog even lekker warm gebleven. En ik verzorg eerst even lekker Roderick gezellig. En ik hoor het lekker zissen. Heerlijk. Nou, die heb ik warm. En dan ga ik met deze in beginnen. Lekker groentjes. Wat
Roderick haat groenten. Zo. Dan pak ik mijn knoflooksaus. En dan ga ik lekker knoflook, dus ik ga lekker stinken. Mooi. En dan ga ik het net als een bedje doen. Dit heb ik even van Miljuska geleerd. En dan kun je het lekker eten. En dan kun je nog ervoor kiezen om een satéprikker of zo erdoorheen te doen. Maar ik doe lekker asociaal zo. Dan blijft hij ook zitten. Dus ik zou zeggen, ga dit ook maken. Tag mij er even in. En ik zou zeggen, eet smakelijk. En tot de volgende keer bij een gloednieuwe kookvlog. Koken met Karin.